dapper van jullie en alle waardering dat jullie nog even zijn blijven zitten en nog niet onderweg naar huis zijn. Vrijdagsmiddags college geven was ook altijd een uitdaging en het laatste praatje houden ook. Maar ik ben wel heel benieuwd met welke oren jullie luisteren als we het hebben over muizen. Wie van de groep heeft problemen of wie denkt dat hij mogelijk ooit in zijn werk geconfronteerd zal worden met muizenplagen? Geef hem eens aan. Wij grenzen aan het fijne waterschap Wetschip. Dus, slechte buur. Ja. Met name in de Noordoostpolder merk ik het nu ook al wel weer dat het opkomt. De jongens in oostelijk en zuidelijk Flevoland ook. Ja. Dus we hebben er toen ook last van gehad en nu weer. Maak je je zorgen over de erosiebestendigheid? Gaat er nog een kade doorbreken bij jullie ooit? Door muizen? Dat denk ik niet. Nee. Dat verwacht ik niet. We hebben echt robuuste dijken en gaat niet om kleine boezem en kadertjes of zo. Ja. Maar we moeten er wel mee bezig, iedere keer. Maken de boeren zich zorgen? De grasmaat die gaat er wel aan kapot. De grasmaat die heeft er wel onder te lijden. Ja. Onze ervaring was inderdaad dat hij helemaal zwart ging, maar dat hij na een half jaar weer regenereerde. Dat hij uit zichzelf de wortels toch weer, op het moment dat de muizenplaag voorbij was, uitgewoed. Dat hij toch weer de grasmaat vanuit zichzelf op gang was. Over wat voor periode praat je dan? Is hij meestal 3 maanden zwart geweest soms. Maar er waren boeren die meer dan een half jaar het gras helemaal zwart hadden. En dat kwam, toen kwam, hij niet weer, kwam het gras niet weer omhoog. Ja, en dan heb je de slecht mogelijke erosiebestendigheid die je kunt voorstellen. En dan wordt het best wel spannend. Maar niet met jullie keringen. Halve zeedijken. Van de andere kant, ja. Erosiebestendigheid scoort wel slecht. En dat wil je niet. Wie heeft nog meer ervaringen in andere provincies? Nee. Nou, gelukkig dat niet alle provincies aan Friesland grenzen. Hoor ik jullie denken. Ik hou even een verhaal en ik nodig jullie uit om vooral, als jullie vragen hebben, opmerkingen, om direct in te voegen. Zo is het verhaal ook een beetje bedoeld. Ik heb nog 3 kleine workshopjes of wat vragenrondes. Maar we hopen eigenlijk een beetje dat we de hele tijd nodig hebben om die presentatie door te lopen. Wat is het probleem? Dit is de dader. Miljoenen muizen. Dit is het beeld. Dus niet alleen erosiebestendigheid, maar ook je hele top 15 centimeter, wat als je pech hebt, compleet geperforeerd. Ja, dat is slecht nieuws. En als je dit beeld hebt, dan word je als beheerder toch zenuwachtig. En dat beeld hadden we op 300 kilometer in Friesland 4 jaar geleden. En nog een 150 kilometer was het ook behoorlijk slecht. Daarna hebben we 3 jaar rust gehad en vorig jaar, oktober, hadden we eigenlijk toch weer een populatie. Ja, dit soort beelden hebben we vorig jaar oktober weer gezien. Dus daar kom ik straks nog op terug. 4 jaar geleden, eigenlijk het veenweidegebied was helemaal, zat onder de muizen, maar ook een gedeelte van het kleigebied, dat was nieuw. Het was vroeger al vooral een veenweideprobleem. Je ziet het zelf op een satelliet. We hebben hier presentaties over drones gezien. Wij hebben ook met drones proberen te werken om het in beeld te brengen. Maar eigenlijk de satelliet biedt het je gratis. De groenindex. En dat is een verontrustend beeld. Dit perceel zit nu weer bij de top 10 in Friesland. Ze willen dat zijn. En ik snap niet goed waarom. en dat maakt het ook zo'n interessant en ook wel een beetje triest onderwerp, want de boer die hier zit, die heeft de vorige keer ook 100.000 euro schade gehad. Ja, vorig jaar zat hij alweer in de prijs en hij maakt zich voor volgend jaar weer zorgen. En wij hebben onze keringen hier liggen. Dus ja, beginnen het ook vervelend te vinden. Schade op bedrijfsniveau, 100.000 euro, vorige keer 80 miljoen schade. Als we dat elke 5 tot 10 jaar de boeren dat in moeten calculeren, ja, dan gaan de bedrijven omvallen. Dus boeren maken zich zorgen, wij maken ons een beetje zorgen. Boeren maken zich meer zorgen dan wij.
Maar boeren komen ook bij ons. Want een van de oplossingen is oplossen met water. En dan kom je bij het waterschap. Daar kom ik straks eventjes op terug. Ja, dit is het beeld. Erosiebestendigheid loopt heel sterk terug. En kijk het beeld in die percelen. Proeven meegenomen met brandslangen. Zolang de wortel nog maar sterk is, dan is die erosiebestendigheid best wel goed. Maar je gaf het al aan, als die wortels, als het drie maanden zwart is geweest, dan houdt de wortel er ook mee op. En dan heb je gewoon losse grond. Je hebt losgewoelde grond en niet bedekt. Ja, slechter kun je het niet bedenken. Conclusies, 400 kilometer keringen met schade. Modelberekeningen, 30% reductie van de stabiliteit. Zolang die wortels nog maar leven. Maar daarna wordt het nog gevaarlijker. En dat is de worst case ook inderdaad. Van een hele vroege plaag. En dan 4 maanden lang een populatie erop houden. En dan 2 weken regen. Complete verweking. En dan een hoog water met golven. Dat is de worst case. En ik denk dat op dat moment gaan waterschappen zich ook over de veiligheid zorgen maken. Die calamiteitenplannen hebben we al uitgewerkt. Maar we hopen dat die nooit uit de kast hoeven. Ja, en tijdens de plaag hebben we opvaarten, hebben we geïsoleerd van de boezem. En het pijl helemaal omhoog gezet. We hebben de beregening opgezet om op die manier te beproeven. En dan zag je inderdaad dat het water door de muizenhollen de polder in liep. Maar toch, de kader brak niet door. Dus en dat, ja, dankzij de wortels, leven de wortels. Hier hebben we van moeten leren. En wat hebben we ervan geleerd? 2 dingen. We willen het op tijd weten. Want als je erdoor verrast werd, we zijn er nu 2 keer door verrast. Dat willen we niet weer. Dus we hebben een early warning system nodig. Nou, dat is te vergelijken met de rookmelder. Dat systeem werkt perfect. De rookmelder gaat, je belt de brandweer. 5 minuten later staat de brandweer voor de deur. Nou, dat willen we bij de muizenplaag ook. En eigenlijk kom ik tot de conclusie dat we een early warning system, dat werkt. De rookmelder werkt bij de muizen ook. We hebben goede mensen in het veld, de boeren bellen ons op. We weten dus sinds juli weten we al dat we weer in de gevarenzone komen. Maar dan bellen we de brandweer en dan bellen ze vaak ons, helaas. Ja, moeten we uitleggen van jongen, het is landbouwers, het is jullie probleem. En ja, dat verhaal, dan krijg je of een super luxe brandweerauto of een krakkig mikkige brandweerauto. Ja, hier zitten we nu nog bij de muizenbestrijding. Heel ingewikkeld verhaal. Early warning system, hoe werkt het? Om de 3 jaar heb je een piek. En als je in dat piekjaar ook nog perfect weer hebt, droogte, geen ijzel, niet al te strenge winter, dan loop je het risico dat die populatie uit de klauw gaat lopen. En dat de populatie zo hoog oploopt, dat laat je hier zien. Je hebt een aantal jaren, heb je wel muizen, gelukkig maar, want daar leven de roofvogels van. Dus op een bepaald moment, de eerste jaren, ze zijn er wel, maar het is groen. Het stoplag staat op groen. Op een bepaald moment denk je van, jong, hey, hij begint weer op te lopen. Van als het tegen zit, hebben we volgend jaar weer problemen. Nou, daar hebben we een vrij objectieve grens nu voor aangegeven. Dat leg ik straks eens uit. Als je hier zit, dan ben je dus te laat. Dan kun je eigenlijk niks meer doen. De conclusie is, op het moment dat hij op oranje staat, dan kun je nog wat doen. Wat lullige is, als je op oranje staat en er komt ijzel of er komt een ziekte in, dan kan je in 1 keer in februari op mysterieuze manier uitgedoofd zijn. Dus als je heel veel gaat investeren in november, december in bestrijding, maar bij de buurman en de buurman doet niks en dan komt er een ziekte in, ja, dan heb je wellicht voor niks een investering gepleegd. Ja, het risico is, als jij wel wat doet en de buurman niet, en de populatie gaat wel door, heeft de buurman wel een probleem. En jij wellicht niet. Ja, gewoon toch de koppeling met stoplicht, rood, oranje, groen.
Ik ga er niet al te ver op in, maar dit is leuk om. Dit is dan de pragmatische mix waar we op uitgekomen zijn. Een polder van 1000 hectare en allemaal percelen. Daar leggen we, hebben we standaard 125 meter een looplijn ingelegd. Een kadertje mee van een meter bij een meter en die gooi je eerst neer. En je telt het aantal muizengaten, dan kijk je naar de lucht, 4 meter, en je gooit hem random weer neer. En je telt weer de muizengaten, dat doe je om de 5 meter, dus 25 keer. En dan krijg je een hele mooie random manier om te kijken hoeveel muizengaten er zijn. De experts die hebben een kleiner rastertje en die kijken ook nog of die muizengaten bewoond zijn, of ze belopen zijn, of er voer in ligt, et cetera. Dan heb je nog een betere indicator. Nou, je kunt je voorstellen, als je hier dat kadertje van een meter opzet, dan gaat die op rood. Dit is de situatie 2016 en dit in de situatie 2017. Zelfde polder. Hier begon het al wat spannend te worden. Grappig, hè? Op de kering, dicht bij de kering, zitten ze droog. Muizen houden van droge voeten. Juist hier is de drooglegging het beperkst. Dat was een beetje tegenstrijdig, want hier is de drooglegging veel groter. Het is een veel drogere polder. Maar binnen het jaar is het... Ja, de hele Zuidhoek zit er helaas weer onder. Prima indicator. Dus onze rookmelder werkt prima. En dit willen we nu uitrollen naar heel Friesland. Moeten we mannen 40, 50 boeren die er elke 2 maanden 2 uur even in hun weilanden lopen. En dan krijg je zo'n prachtig beeld, denk ik. Ja, een andere manier om een andere indicator is de hoeveelheid jongen van uilen, et cetera. De vorige muizenplaag hadden we 50 paar verwijlduilen in Friesland aan het broeden. De 2 jaar erop, 2 keer 0. En nu blijven ze weer hangen. Dus dat is een prima indicator dat je weer in de prijzen komt te zitten. Hele mooie biologische indicator. Ja, nou dan heb je de plaag. Je voelt hem weer aankomen. En wat kun je dan doen? Een mix van 12 maatregelen. Inundatie, gewoon ja, wreed, maar verdrinken van de muizen. Frezen, en daar hou je ze ook kort mee. Vegetatie kort houden, zodat de roofvogels zo goed erbij kunnen. Doden door vergassing, veel te duur. Rodenticide willen we eigenlijk niet gebruiken in Nederland. Afweermiddelen, stikstof, zwavel, werkt wel een beetje, maar het overtuigt niet. Vangen met vallen is geen begin aan voor miljoenen muizen. Uitrasteren, gooi er maar een traject maïs in, zodat de muizen niet als een olievlek over je polder heen gaan. Conclusie, zwavel, stikstof zou kunnen werken. Ik geef er niet veel voor. Water is de oplossing. Zou de oplossing kunnen zijn. Ja, diezelfde polder, je herkent hem van de vorige keer. Wat hebben we dan bedacht? Hier zit een tochtsloot. De grote afwaterende sloot bij het gemaal. Daar zitten allemaal duikers in, die hebben we stuwbakjes opgezet, die kunnen we dus dichtzetten. Hier hebben we grote inlaat, 600 mm, kunnen we openzetten. Kunnen we in principe de hele polder cascade gewijs, hier zit meer dan een halve meter hoogteverschil in, met allemaal rijpaden naar achteren. Dus als je hem hier onder laat lopen, het water komt omhoog, dan gaat het hele land onder water en dat gaat hier over het pad. Daar stagneert het, komt het op verder omhoog en dan gaat het weer een niveautje lager. Moet je 2 miljoen ton kuub water moet je naar binnen laten, veel te duur. Ik denk wel dat de muizen dood zijn, maar ja, weerbarstig. Dat gaat dus niet werken. De andere methode is gewoon dat je de sloten allemaal tot de rand van het maaiveld omhoog zet. En je wacht tot er een goede regenbui komt. Dit jaar hebben we een perfect november, december. Heel veel flinke buien, 20, 30 mm per dag. Een aantal boeren hebben inderdaad hun sloten helemaal naar boven gezet. Maar je ziet hier wel, hier zitten hoge koppen, zit hierop. Hier zit zo'n landpad. Dus het water komt dan tot boven het maaiveld. Op een bepaald moment zaten hier 115 zilverreigers. Ik wist niet eens dat er zoveel waren. Dus toen zijn er heel veel muizen wel gesneuveld. Maar we merken dat er denk ik toch nog wel 50% overgebleven zijn. En waar zaten die? Op de slootranden, op de randen van de greppels en op de hoge koppen.
en op de kering. Dus ja, spannend om te kijken of het opgelost is. Water werkt, hebben we bij de vorige gezien, maar je moet het wel goed doen. Vlakdekkend moet je dat doen en boeren moeten samenwerken. Die vorige polder, daar zitten 14 boeren. Er zitten een paar bij die geloven hier niet in of die willen. Die hebben niet zo'n sleepslang, een trekker met een pomp erachter. Ja, dat is toch weer een investering van een aantal duizenden euro's. Dus je moet samenwerking hebben en er moet voldoende water zijn. Ja, dat moet je als waterschap garanderen en dat lukt niet altijd. Je ontwatering, je wilt van water af. Zo denken we vooral. En het water aanvoeren is een heel ander verhaal. Dus je moet relatief vlakke percelen hebben, anders werkt het niet. Dus in principe, het is absoluut de minst slechte. Een bepaalde omgeving werkt het ook. Maar het is vaak eventjes een aantal weken zet je de populatie op nul. En het grappige was ook, het was vooral in de droge tijd dat dit toegepast werd. De groei van het gas krijgt er een enorme boost van. Dus het mes sneed aan twee kanten. Dus absoluut de minst slechte optie. Werkgroepen, laten we dat niet in... Ja, nee, laten we dat toch... De groep is niet heel erg groot, hè. Maar laten we het gewoon direct in één groep doen. Het early warning system. Wat voor gevoel hebben jullie? Gaat dat werken in de Flevopolder, als je dat zou willen? Nou, wij zitten hoofdzakelijk alleen op de dijk natuurlijk. En die verpachten we. Dus dan praat je maar over een paar boeren. Ja. Dus dat, en dan heb je de A6, in mijn geval, dan heb je de A6 en dan heb je landbouwgrond. Dus die A6, dat is ook een drempel. Ja. De indicatie is meer de opzichters zelf, zeg maar, die er lopen. En die speelt er ook een belangrijke rol. Onze opzichters spelen er ook een belangrijke rol. In de kaderschouw geven ze het aan en precies waar zij rood aangeven, daar heeft de boer op last. Ja. Ja, dus boeren spelen een rol, de roofvogels en de waterschapsbeheerders. Ja. Wie gelooft niet in een early warning system? Ik denk ja, nou ja. Ik heb het ook een beetje verkocht. grootschalige bestrijding. Hoe werkt het volgens ons het best? In oktober, september heb je al door dat je weer in de prijzen zit. Dan moet je in november tot en met januari moet je pijl gewoon hartstikke hoog zetten. Dat is slecht voor je Engels raai, want die heeft het liefst een goede drooglegging. Dat is kiezen tussen kwaden en dat is ook lastig. De ene boer kiest er wel voor, de andere niet. Maar als iedereen daar aan meedoet, heb je altijd wel een bui van 20 mm. Ja, en dan is onze ervaring wel, hoe vlakker het is, hoe minder hoge koppen. Dan kom je wel van 40, 50, 60, 70% van je populatie af. Maar het probleem zijn die hoge koppen en die slootkanten. Als je het dan echt goed aan wil pakken, en dat hebben een paar boeren gedaan. Die gingen dan met dat soort trekkers ook bij de hoge koppen en de landbouwpaden en de sloten. Gingen ze langs en spoten, dat zijn behoorlijke debieten waar ze mee werken. Dan kun je ze dus inderdaad 100% elimineren. Daar moet je wel mee uitkijken, vooral bij slootkanten. Het kwam ook vaak voor dat soms wel meer dan 100 meter dat het hele taluut dan de sloot in gaat. Ja, wat ik me afvraag is, is er zo'n schadefonds muis of zo, waarin ze kunnen zeggen van nou jongens, op dat perceel gaat het nu, de early warning, gaat het nu zo snel. We huren 6 loonbedrijven in en die gaan daar even een dag flink aan de slag en dat ze dat collectief betalen. Heb je dus? Ja, dat is een nieuw idee. Het spreekt mij wel aan. Ik zou het willen organiseren. Ik denk dat ze dat collectief kunnen oplossen. Dat ze zeggen, nou ja, we hebben allemaal land. De een heeft wat meer pech dan de ander. Laten we één pot ervoor maken voor speciaal deze plaag. De provincie heeft inderdaad, de eerste 2004 hebben ze 30 miljoen schadevergoeding. Dat was na de tijd. Maar jouw idee spreekt me meer aan en van de andere kant dan wel in een vorm van soort met verzekering waar dan iedereen aan meedoet. Ja, en die solidariteit, zit dat erin of niet? Je kent de Friese boer wel? Ja? Nou, jij gelooft er in ieder geval in. Nee, maar ik vind het wel een goed idee. Want je moet het met elkaar doen. Van de andere kant, bepaalde polders werkt het gewoon. Hè? Wij werkten pas mee als waterschap als alle bewoners hadden getekend.
Dus vroeger had je gewoon, polders zijn gevormd door solidariteit. En op een bepaald moment hebben ze dat overgedragen aan het waterschap. En nu, godsendorie, komen we weer terug van we gaan alleen maar aan de bak als jullie inderdaad allemaal getekend hebben. En heel vaak lukte dat niet. Het waterschap kan ook een duit in het zakje doen als voorbeeld. Zo van jongens, die kan initiatief nemen zijn. Want op zich heeft een waterschap er ook baat bij als er heel snel geacteerd wordt. Denk ik. Ik zal niet ontkennen dat ons bestuur van mening is dat de landbouw primair probleemhouder is. Dat snap ik ook goed. Vinden ze zelf ook. Dus op het moment, de vorige regiegroep, Muizenplaag, zat bij de provincie. En het waterschap en de boerenpartijen, die werken allemaal mee, LTO, et cetera. Maar nu heeft de LTO die regie overgekregen. Dat vind ik een juiste en goede ontwikkeling, vinden ze zelf ook. Maar ja, dat soort ideeën wat jij hebt om het grootschalig aan te pakken. En voor ongebouwd, belasting voor ongebouwd, als je dat ietsje omhoog gooit, speciaal voor dit. Gaan ze dan stijgen? Komen ze met trekkers voor het wetterschip staan? Nee, nou ja, ik vind hem wel leuk. Maar het probleem is eigenlijk dat wetterschip, wij zeggen als waterschap, dat onderzoek wat we gedaan hebben, mede gefinancierd door Luof, bleek dat de waterveiligheid eigenlijk niet heel erg in het geding was. In de worst case kan ik bedenken, maar dat is eigenlijk een beetje bangpraterij, want ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren dat de wortels afgestorven zijn in de kering. En voordat we dat merken, gaan we daar wel met waarschijnlijk met sproeiers overheen rijden. Dus wij kunnen het ons op de kering veroorloven om te laat reageren, maar de boeren niet. Dus ja, nee, we zijn dus veroordeeld tot samenwerken en daarom wordt dit project ook gefinancierd. En dan dus nog wetterschip werkt wel samen. En een pijlbesluiten, zijn jullie daar nu makkelijker in dat je die buiten je pijlbesluit hoger zet? Ja. Daar heeft het dagelijk bestuur heeft besloten als dat verhaal, als alle boeren tekenen, dan accepteren ze dus dat je afwijkt van het pijlbesluit. Maar daar hebben we ook al ervaring dat de boeren allemaal tekenen, maar de mensen met een achtertuintje en soms die mensen die dan ruzie met een boer hebben, ja, dan wil dat nog wel eens een probleem opleveren. De provincie heeft de vorige regiegroep gecoördineerd, dus die investeert er best veel in. Maar die heeft de vorige keer wel gezegd van ja, wat ik zo net aangaf, hè, van wij zijn eigenlijk niet primair probleemhoudend, maar ze hebben wel op provinciaal niveau coördineren ze veel op landbouwgebied en daar trekken ze hun verantwoordelijkheid wel. Ze zien ook wel dat dit iets lijkt een beetje een Fries probleem nu nog. We delen het nu al met de buren een beetje. In Groningen begint er ook last van te krijgen. Maar het lijkt een probleem wat gerelateerd is ook aan drooglegging. En ja, Friesland heeft veel veen met grote drooglegging. Het zou kunnen zijn dat dat wel een rol speelt. Ja, want feitelijk is het muizenprobleem bij boeren niet het probleem met waterschap. Nee, overduidelijk niet. Nee, daarom zeggen we ook, jullie zijn primair probleemhouder. En dat accepteren ze ook. Ze vinden het mooi dat ze medewerking krijgen. Maar we hebben ook wel zoiets, we zitten er met z'n allen in. En laten we, en op het moment dat je grootschalig wilt bestrijden, dit zijn grote hoeveelheden water, je trekt zo'n sloot er ook. En daar zijn we dus ook veel tegen aangelopen. Dat meerdere boeren tegelijk met die methodes bezig zijn. En dat het op laatst alle sloten droog zijn en de taluuts onderuit gaan. Ja, dan dat geeft wel spanning op polderniveau. En ja, dan moet je als waterschap alle zeilen bijzetten. Maar het lullige is dat je vaak je duikers, et cetera, dusdanige maat hebben dat die hoeveelheid water moeilijk aanvoerbaar is. Gingen we door tot 4 uur of tot 4:10? 4 uur, dan hebben we nog 10 minuten. Wat denken jullie? Jullie kennen ook de hoogte. Je denkt altijd dat het platteland plat is, maar dat is het gewoon absoluut niet. En dat is ons grootste probleem. Ik heb heel veel boeren ermee bezig gezien, enthousiast of fanatiek, tot in de nachturen. En toch kregen we ze er niet allemaal weg. En dan waren ze toch 5 weken later weer terug. Ja, ik heb nog even één vraag. Het zat dus veel in grasland. Heeft het gemeenschappelijke landbouwbeleid met het verbod op scheuren van grasland ook een nadelige effect op dit, op een muizenplagen? Nou, er zijn heel veel dingen die je wel, je hebt het over scheuren.
van grasland. Dat doe je om mais te telen. En mais werkt positief, want dan heb je een corridor. Ja, in een landbouw is het altijd zo, als je ziektes en plagen hebt, als je bouwplan meer kan afwisselen, heb je ook minder last van ziektedruk en van plagen. Speelt dat ook in Friesland met grasland en waar vervolgens ook nog eens de overheid verbod op scheuren gaat instellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid? Ja. Is dat nadelig? Of? Nee, dat zou wel eens voordelig kunnen zijn, schat ik in. Maar wat bijvoorbeeld wel gekke dingen spelen, soda-injectie. Men dwingt je om soda te injecteren. 5 centimeter allemaal voren. En als het droog is, klappen die open. En dat zijn de perfecte plekken om voor muizen om zich te verbergen en zich te verplaatsen. Dus die soda injecteren, we merkten gewoon van waar soda geïnjecteerd werd diep, had je meer problemen met muizen, omdat predatoren er niet in konden grijpen. We merken gewoon ook in de laatste proef, de plekken waar we nu de meeste muizen hebben is met drains en greppels. Heel veel, dat komt regelmatig voor. Grote drooglegging, drains en greppels. Dan heb je 6 keer zo'n grote kans op een muizenplaag of een A-locatie noemen we dat, waar het staat, dan een perceel met alleen greppels. 6 keer zo'n grote kans. Dus dat we leren wel veel. Het heeft vaak ook met dat microniveautje te maken, hè? Van net die voren van soda injecteren en een grondslag die dan scheuren geeft in het grasland. Ja, dan daar ontwikkelt zo'n populatie zich snel. Maar wat ik zei, scheuren om akkerbouw of maïsteelt, nee, dat werkt juist positief, want overal waar je maïs hebt, heb je geen muizen. Maar dan zou eigenlijk in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid wat vastgesteld wordt, zou je een deel van die muizen problematiek kunnen oplossen. Ja, maar ja, ik zie het niet gebeuren dat boeren. We hebben het wel als advies meegegeven hoor. Van als je toch maïsteel doet en je doet bijvoorbeeld 10 of 20%, doe dat in lange stroken zodat je corridors krijgt. Maar geloof ik erin? Nee, niet echt. Ja, boeren hebben zoveel dingen en die kiezen dan voor toch massieve blokken. Nee, maar als het straks voor de derde keer raak is, ja, dan zullen ze wellicht wel in dat soort termen gaan nadenken. Ja, maar een boer die moet zijn grasland houden voor de vergroening. Als ze dat niet doen, dan moeten ze aparte vergroeningsmaatregelen nemen, kost meer geld. Dus volgens mij is het ook een stukje wetgeving wat bepaalt dat boeren geen stroken mais kunnen gaan telen, zoals je zegt, wat het beste is voor muizen. Maar doen die partijen überhaupt mee in het meedenken in de oplossing? Nee, deze denkrichting is voor mij nieuw, dus mooi dat ik hem oppik. Ik weet niet of het gaat werken, maar interessant om er eens een keer over na te denken. Zijn er nog meer vragen? Ludolf, ja. Ja, ja. Het criterium is een aantal gaten per vierkante meter en die weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij was het gemiddeld 4 of zo. Dat is best wel veel, want je hebt er best wel veel. Muizen in de opbouwfase zijn clusters. Clustertje hier en dan 30 meter verder een ander cluster. Ja, die 30 meter ertussenin gooi je kader en tel je 0. Dus het gemiddelde van 4 was geloof ik al dan 4 keer 25, dus 200 per perceel. Dan zit je al behoorlijk in het rode gebied. Je moet er ook niet altijd zwart-wit in zijn. Hè? Van boeren die lopen erin, die beginnen somber te kijken en die zeggen, ja, het ziet er net goed uit, het ziet er niet goed uit. En als ze beginnen te somberen, dan weet je wel dat het weer oranje fase is. Je voelt het wel, omdat je het al 2 keer meegemaakt hebt. Ja. Verder nog vraag, Ludolf, ja. Uit die vorige studie, Nick, had je het over die A-locatie, of stond er die A-locatie, heb je het kaartje, liet je het ook zien, hè? Dat ene perceel wat rood is, hè? Ja. Bij dat Koevoordermeer, volgens mij was dat. Ja. Maar dan, aan de hand van die kerkuilen en weet ik veel, en aan die zilverrijen meeuwen, je ziet het al in de herfst ervoor al dat het komt, hè? Ja. Is er niet met die
boer een deal te maken dat hij bijvoorbeeld koeien eerder op... want als de beesten er overheen gelopen, dan vinden die muizen niet per definitie heel fijn, had ik begrepen, nee. Toch? Nee. Ja, weet je, dat je op die manier gewoon met een andere vorm van beheer of van bewijding of zo ook probeert gewoon een beetje te onderdrukken. Of is die driejaarlijkse cyclus zo dominant dat het geen zak uitmaakt? Nee, wij willen er ook in geloven, Ludolf. Maar we zijn toch schade in wijs geworden. Die boeren die maken ook een strategie. Hun strategie was, zet het water tot de rand en wacht op een goede bui. En dan krijg je 115 zilverijgers op bezoek. En dan denk je van, hey, bingo, het is opgelost. Ja, mooi niet. Op een bepaald moment zijn die jongens ook zat. En dan ontsnapt er toch nog het nodige. Vorig jaar hadden we heel veel geluk met die natte periode vanaf september. Maar dat heeft er wel toe geleid dat de laatste snede niet afging. Die hebben ze niet kunnen oogsten. Anders hadden ze veel structuurbederf gehad. En daardoor hebben muizen dus heel veel goede dekking gehad van gras van 25 centimeter lang. Dus wellicht hadden boeren daar moeten kiezen om het toch te bloteren of dan maar het structuurverlies te accepteren. En het wel kaal te maaien. Wat je nu ziet, dat je een paar duizend ganzen krijgt. En daar liepen dan zilverrijgers tussen. De ganzen die vraten de dekking weg. En op dat moment, dat zijn wel mooie ecologische gebeurtenissen dan. Maar ja, nou ja, we leren er wel weer van. Die boer die dit nou vorig jaar meegemaakt heeft, zal wellicht nu toch overwegen om het toch kaal te maaien. Het is toch een beetje misschien een gekke kronkel in mijn gedachten hoor. Maar heeft het ook iets te maken met die fosfaten? Waarom was het... Misschien vroeger, is er onderzoek gedaan naar fosfaat en muizen of zo? Was het? Ja, dat is ook in het onderzoek. We hebben, voor 1950 was het om de 3-4 jaar zaten we in de prijzen. Het waren kleinere plagen. Precies. En toen hebben we 30-40 jaar geen plagen gehad. En dat waren precies de jaren dat kunstmest gratis was bijna. Dat er ontzettend bemest werd en dat er ook diep ontwaterd werd. Waardoor je heel veel veemineralisatie had, dus heel veel stikstof in je gras. Hadden we in het Fries van het Goyle-gers, het gele gras, eiwitrijk. Daar worden reeën bijvoorbeeld, krijgen daar ook gasvorming en die houden daar ook niet van. Die stand gaat terug, hazen gaan terug en muizen die overleven dat niet. Dus we hebben 30-40 jaar wellicht, nou, Altenburg-Wieminga die gelooft er niet in. Ik zelf eerlijk gezegd wel. Het is te toevallig dat er 40 jaar geen muizenplaag geweest is in Nederland. En daarna hebben we mestbeleid gekregen. Dus bemesting gaat nu heel erg terug. De pijlen gaan omhoog. Dus het stikstof uit veen heb je ook niet meer. En nu in één keer krijg je weer om de 5 jaar een plaag. Ik vind het heel toevallig. Dankzij bemestingbeleid... krijg je wellicht wel zo'n muizenplaag voor je kiezen. Ja, dat zo ingewikkeld zit de wereld wel in elkaar. Ja, dat is wel interessant. De buurman heeft nog een vraag. Zit er nog verschil tussen boerenbedrijven die een weidegang toepassen en bedrijven waar nooit een koe in het land komt? Absoluut. Schapen werkt heel goed. Weidegang, daar houden muizen niet van. Wij hadden ons voetbalveld, er waren een paar voetbalvelden in plaaggebied die net gefeest waren en die werden niet gebruikt. En die werden kaal. Maar de voetbalvelden die wel gebruikt werden. En wij hadden dan de C'tjes, die lieten we voor de training gewoon eerst een kwartier al die gaten dicht trappen. Dat werkt. Gewoon als je constant, op een bepaald moment komt de muis er ook niet meer uit om naar boven te graven. Ze graven alleen naar beneden. Dus de muizen hebben een hekel aan dat ze hun gangen steeds dicht gaan. Dan gaan ze naar het land ernaast. Dus weidegang helpt. En juist die allocaties van Ludo, dat zijn vaak boeren die niet aan weidegang doen. Dus het is wel, de moderne boer wordt wel een beetje eerder slachtoffer. Volgens mij zitten we om 4 uur. Leuk om het even zo te vertellen. Ja, mochten jullie het gevoel hebben dat er een plaag bij jullie is en dat je daar last van krijgt op de keringen, bel ons vooral. Ik denk dat als we hier uit kunnen wisselen, het mooiste zou zijn als jullie iets bedenken waar wij ook iets aan kunnen hebben. Ik heb nog wel eentje. Ik heb de indruk dat de bruine ratten toenemen. Ja, bruine ratten die houden ook van veldmuizen. En wij
Je hebt tegenwoordig van die bewegingscamera's die je dan ergens in de watergang zet. Wij hebben een aantal muskattenbestrijders die willen dan de otter betrappen. En op een van die wildcamera's komt op een bepaald moment een bruine rat komt eraan trippelen en een muis. En de bruine rat pakt de muis en die zwom er me weg. Ja, nee, absoluut. Veldmuizen is het favoriete voer voor ontzettend veel beesten. Dat is bijna. Wat vind jij daarvan, Ludolf? Mogen wij 2 miljoen muizen verdrinken omwille van de landbouw? Steeds meer, ook met die exoten, met die rode rivierkreeften, krijg je ook steeds meer. Dat ze niet, die muskus en beverrat heb ik nu wel begrepen van Dolf, die gaan wel weg. Ja, Dolf. Ja, die kan dat zeggen van vroeger maakte miljoenen per jaar dood en nu nog maar een paar honderd. Maar je ziet nu dat steeds meer andere soorten in de kering komen. Dus misschien moet je gewoon veel fundamenteler in je ontwerp gaan zitten. Ja. En bedoel, in Oost-Duitsland hebben ze bijvoorbeeld tegen die bevers hebben ze gewoon van die schermen die je in je gewas doet. Ja. Dan weet ik niet of dat voor muizen helpt. Maar dat je in je constructie, dat je op je constructie op een gegeven moment daar gewoon in serieus werkt. Ja. Want dat, weet je, je gaat ze niet tegenhouden. En al die rode rivierkreeftjes, er zitten er al zoveel in die watergangen. Je kan ze lekker in je stamppot of in je koken. Maar ja, er zijn er zoveel. Dat, muizen niet. Ja, muizen niet. Nee, maar. Nee. Maar je hebt wel gelijk. Je kan ze meteen anders, weet je, kan ze bestrijden. Ja. Of je kan ze op een gegeven moment zodanig. Maar dan moet je echt je boezemkaders anders gaan doen. Dan moet je echt met die toplaag anders, misschien meer klein. Wij hebben nu een kruinbreedte van 1,5. Ja. En in principe hoeft die maar 25 centimeter te zijn. 1,5 is wel praktisch. Maar maken maar 3 meter omwille van de 10 jaar terugkomende muizen. Ja, en dan ook naar de toekomst kun je ook makkelijker hem ophogen. Misschien is het wel een overweging om toch. 1,5 meter meer. Maar het kost je elke keer, wat is het, 10 centimeter toplaag of zo van je kering? Dus je kering gaat er, of 5 centimeter. Dus hij gaat er wel, ook zijn leven wordt ook een stuk korter. Het grond wordt uitgegraven en komt er bovenop. En op een bepaald moment zakt het ook weer in elkaar. En er is ook zo'n regeltje van, een muizentand heeft een gouden rand. Het jaar na een muizenplaag heb je geweldige gasopbrengst. En dan heb je geweldige wortelontwikkeling. Dat is juist prima voor je kering. Dus ja, na de vlaag ligt je kering er weer bijna per definitie perfect bij. Even houden omwille van de tijd en de borrel houden we ermee op. Leuk om het verhaal te volgen.